In Antwerpen zijn er heel veel musea, maar dit is echt een verborgen pareltje. Museum Maier van den Berg. Wat is er zo bijzonder aan? Achter deze gevel is er een collectie die al 100 jaar onveranderd is. Alsof de tijd is blijven stilstaan. Alle kunstwerken in dit museum werden aan het einde van de 19e eeuw verzameld door één man, Frits Maier van den Berg. Het museum draagt dan ook zijn naam en heeft als opdracht om de collectie van Frits te bewaren en te delen met het publiek. Dit is Frits Maier van den Berg, een van de grootste en belangrijkste kunstverzamelaars van Europa. Frits had een oog voor kwaliteit en hij had ook wel de middelen om veel kunst te kopen. Schilderijen, houtsnijwerk, juwelen, ivoren gordelknopen uit Japan. Frits verzamelde alles. Maar een van de meest unieke werken in het Museum Maier van den Berg is een Frans glasraam uit de 13e eeuw. Het is bijzonder vanwege de uitzonderlijke kwaliteit, maar in de 800 jaar dat het bestaat, heeft het glasraam ook een bijzondere reis afgelegd. De meest beroemde tussenstop is de Notre-Dame van Parijs. Sinds de opening van het museum in 1904 raakte het glasraam geleidelijk aangetast door weer, wind en sporen van ouderdom. Hoog tijd voor een grondige restauratie. Het glasraam is weggehaald en voor een paar maanden naar een restauratieatelier gebracht. Goedemorgen. Dag meneer Rijssen. Goeiedag meneer De Keren. Zo'n mooie plek om elkaar te ontmoeten. Ja, een fantastische plek. Een plek die 100 jaar niet veranderd is of nauwelijks veranderd is. En die te weinig mensen kennen. We zijn hier vandaag voor één kunstwerk, een glasraam uit de 13e eeuw, helemaal gerestaureerd. U hebt het nog niet gezien? Nee, ik heb het nog niet gezien sinds de restauratie, dus laat het ons direct gaan ontdekken. Oké, heel graag. Thomas Leijsen is medeverantwoordelijk voor de nalatenschap van Frits Maier van den Berg. En samen gaan we kijken naar het glasraam, dat gerestaureerd en wel terug in het museum is. Hier staat het. Prachtig. De zon schijnt er precies door. En toch eigenlijk wel verbluffend dat zoiets zoiets breekbaars, 800 jaar overleefd heeft en uiteindelijk vandaag zo kan getoond worden. Dit gerestaureerd glasraam, waarom is dit zo belangrijk in die grote collectie van Frits Maier van den Berg? Ja, ten eerste omdat het een uitzonderlijk stuk is. Het is een topstuk, het is een bijzonder bijzonder zeldzaam werk. Dus er was eigenlijk geen enkel gebied van de kunst dat hem ontging en dat hem kon raken. En waar hij uiteindelijk keuzes in gemaakt heeft. En dus ook glasramen. En dat is toch iets wat bijzonder zeldzaam is. En zeker zo vroege glasramen. Er zijn wat meer glasramen uit de 16e eeuw bewaard, uit de 15e eeuw. Maar uit de 13e eeuw, dat is toch wel bijzonder uitzonderlijk. Wat was uw eerste indruk toen u het glasraam opnieuw zag nadat het gerestaureerd was? Het schittert daar. Het is, ook de presentatie maakt dat het, denk ik, voor onze bezoekers toch wel iets bijzonders gaat zijn. Tussen al deze schilderijen, sculptuur, ook een glasraam op dergelijke afstand. Zo mooi gepresenteerd, zo mooi leesbaar, zo mooi te zien. Ik denk dat het een echte meerwaarde is. Het is wat men een annunciatie noemt, dus de aankondiging aan Maria door de aartsengel dat zij in verwachting zal geraken, dat zij dus
de moeder van Jezus gaat worden. Het is een vrij traditionele manier van het voor te stellen. Je ziet de engel die als het ware net geland is. Je ziet Maria die blijde boodschap in ontvangst neemt, enigszins schroomvol. Je ziet ook een vaas met leliebloemen. Dat zijn eigenlijk allemaal de traditionele ingrediënten van zo'n voorstelling. Een zeer veel gebruikte voorstelling, omdat het uiteraard een heel belangrijk verhaal uit de Bijbel is. Op het glasraam zien we een uitbeelding van de Annunciatie, een van de bekendste thema's uit de christelijke kunstgeschiedenis. Annunciatie betekent letterlijk aankondiging, want de aartsengel Gabriel kondigt aan bij Maria dat ze zwanger is van de Zoon van God, van Jezus. Annunciatie valt op 25 maart, dus even rekenen. 9 maanden later wordt Jezus geboren, op Kerstmis. Wat mij vooral aantrekt in glas en glas en lood is dat het als materiaal een materiaal is die leeft met het licht. Het maakt het licht van de morgen, het licht van de middag, het licht van de avond boeiender, interessanter. Het zorgt er ook voor dat de seizoenen meeleven met een glasraam en het veredelt het licht. Glas was een duur materiaal, een zeer precieus materiaal. Dus een glasraam was een top luxe product. Hè, en zelfs hoger gewaardeerd dan een schilderij of een beeldenwerk of een tafel of wat dan ook. Joost Kaan is al meer dan 40 jaar glaskunstenaar en restaurator van glasramen. De restauratie begint met een getekende kopie van beide zijden van het glasraam. Daarmee maakt Joost een inventaris van de staat van alle onderdelen van het paneel. Gezien er op het paneel aan de exterieurzijde behoorlijk veel corrosie aanwezig is, ben ik hier ook al begonnen met het aanduiden van de codes voor corrosie. En het is op basis van al die informatie, dus de fotografische documentatie, de grafische documentatie en de analyses de chemische analyses die gebeuren, dat we dan eigenlijk een beeld krijgen van wat is origineel, wat is latere toevoeging, wat zijn toevoegingen uit de 19e eeuw of uit de 20e eeuw. Want zoals we het paneel nu al kunnen beoordelen, is het loodnet hoogstwaarschijnlijk niet erg oud en dateert het van na de Tweede Wereldoorlog. Maar wat het glas betreft is het iets moeilijker. Sommige glasstukken zijn duidelijk latere toevoegingen, maar voor andere glasstukken gaan we dit pas weten na de chemische analyses van het glas. Het glas en de verf van het glasraam worden de komende weken grondig onderzocht door specialisten van de Universiteit Antwerpen om nog meer te weten te komen over de geschiedenis en de herkomst van het paneel. Wanneer dat onderzoek achter de rug is, kan Joost beginnen restaureren. We zien het hier nu na restauratie in deze vitrine, die daar speciaal voor ontworpen is. Maar oorspronkelijk hing het natuurlijk op een heel andere plaats en dat ga ik u dadelijk tonen. In een raam, een glasraam. In een raam, zoals dat het gebruikelijk was. We hebben hier te maken met een glasraam dat afkomstig is uit een kerkgebouw. Dus een veel groter... Ik vermoed hier dus. Dat is exact de plaats waar dat het glasraam vandaan komt. Rita van Doren is als kunsthistorica verbonden aan het museum Maier van den Berg. Ze heeft de restauratie van het glasraam de voorbije maanden op de voet gevolgd. Waar komt het vandaan precies? Wel, het komt waarschijnlijk, we weten niet de exacte locatie, maar we zijn absoluut wel overtuigd dat het in het Île-de-France, dat het daar ergens in een of andere kerk moet gehangen hebben. Waarom? Omwille van die Parijse stijl, die heel, heel kenmerkend is. Je ziet daar die sierlijke figuren. Alles wordt tot zijn essentie herleid. De achtergrond die blijft monochroom rood. Dat is typisch voor die periode. Die eigenlijk het heel sumiere kleurgebruik.
het rood, het blauw en het geel. Maar ook die heel gestileerde weergave van de gezichtsuitdrukking, de plooienval, dat is allemaal heel gestileerd. Dat is typisch Frans. In het midden van de 13e eeuw wordt het glasraam in een kerk in de buurt van Parijs geplaatst. 5 eeuwen later zit het in het roosvenster van de Notre-Dame in Parijs, na een van de verbouwingen van de kathedraal. In 1726 wordt het in de kathedraal van de Notre-Dame ingebracht. En op dat moment heeft Guillaume Briest het paneeltje met de annunciatie in dat rooswerk geplaatst, dus 1726. Het blijft daar tot 1830 en dan heeft men ook in die tijd, 1830, een brand gehad in de Notre-Dame. En dat heeft ook schade toegebracht aan de glasramen. Dus in 1860 was het de grote Eugène Viollet-le-Duc die dus een restauratie heeft moeten doorvoeren. En op dat moment heeft hij Alfred Gérante in dienst genomen. En die stond dan in voor de restauratie van de glasramen. En hij heeft de oorspronkelijke annunciatie daaruit genomen en hij heeft een kopie daarnaar gemaakt. En hij heeft die kopie in het roosvenster van de Notre-Dame geplaatst. Het annunciatiepaneeltje is in zijn collectie gebleven en hij heeft het daarna doorverkocht. Dus, 800 jaar geleden wordt het glasraam in een kerk in de buurt van Parijs geplaatst. En 5 eeuwen later duikt het op in de Notre-Dame. Daar blijft het tot de volgende grote verbouwing in 1860, tot Alfred Gérante het vervangt door een kopie. Gérante, de verantwoordelijke voor de glasramen tijdens de verbouwing, heeft geen onbesproken reputatie. Hij verwijdert het glasraam uit het roosvenster en verkoopt het in de handel. Het komt terecht in de collectie van de Parijse kunstverzamelaar Carlo Micheli. Carlo Micheli was een mouleur. Hij maakte afgietsels van beelden. Hij had daar ook een atelier, was ook beeldhouwer. Maar wat nog belangrijker was, hij had een heel mooie collectie schilderijen, handschriften, antieke beelden. Echt gefocust op die middeleeuwse kunst. En het is na zijn dood, in 1898, dat de dochter van Carlo Micheli die collectie van de hand doet. Frits Maier van den Berg koopt de hele collectie van Micheli. Bijna 500 voorwerpen in totaal. Het kost hem een fortuin, maar Frits voelt dat het de moeite waard is. En met een extra lening van zijn moeder koopt hij de hele verzameling. Het glasraam met de annunciatie is er ook bij. De curator of de conservator van het Parijse Louvre toen, die dan een aantal jaren later, eigenlijk kort na de aankoop, zijn spijt uitdrukt. Die zegt van, het is eigenlijk een verschrikkelijk gegeven dat die collectie niet in Parijs is gebleven. Wat was jouw eerste gevoel toen je het gerestaureerd terugzag? Ja, dat is gigantisch. Het straalt nu de authenticiteit uit dat het oorspronkelijk moet gehad hebben ook. Dus het is van zo'n ongelooflijke schoonheid en eenvoud ook. En vooral ook als het daar in die ruimte geplaatst wordt en eigenlijk een dialoog aangaat met de stukken in de gotische zaal, stukken uit dezelfde periode, andere disciplines, andere materialen, technieken, dat het echt thuis komt. Het hoort daar en wij hebben het ook gemist als het weg was, omdat het effectief een essentieel deel uitmaakt van die ruimte. We weten ondertussen al dat er hier een aantal stukjes zijn die zeker niet origineel zijn aan de 13e eeuw. En dan zien we nu al dat er bijvoorbeeld mogelijk glas in zit van de 19e of zelfs 20e eeuw. Glas is een instabiele materie, een onderkoelde vloeistof. En eenmaal het glas afgekoeld is, dan zit dat vol spanning. En het glas vormt dan aan de oppervlakte kleine haarscheurtjes. En op termijn worden dat echte kratertjes. Het is trouwens een proces dat we ook kennen van onze vaatwas. Heel grote temperatuurverschillen, heel grote vochtverschillen. En dat maakt dus dat als je 100 keer een gewoon glas hebt gewassen, dat het er vies uitziet. Gedurende honderden jaren gebeurt hetzelfde.
Het is een verweringsproces dat onomkeerbaar is en dat wij als dusdanig ook als restauratoren bewaren. Na het wetenschappelijk onderzoek heeft Joost het paneel helemaal gedemonteerd, zodat hij elk stukje apart kan herstellen, schoonmaken of vervangen waar nodig. Ondertussen is het eigenlijk nagenoeg voor 100% gereinigd. Dat laatste percentage, dat is een moeilijke, van dat als we daar nog veel zouden aan reinigen, biedt dat het risico dat we misschien het glas of de glasverf zouden beschadigen. Dat kan je bijvoorbeeld hier zien. De vraag is al, is dit stopverf of is het corrosie? En ik ben geneigd om de laatste residu liever te laten zitten. Dus als ik het goed begrijp, corrosie kan niet helemaal verwijderd worden. Nee, dit is de exterieurzijde. En principieel verwijderen we dit niet. Dat zijn sulfaten en carbonaten. Dat is een soort zoutvorming. En dat vormt dan een soort gipsachtige conglomeraat in die kratertjes. En we beschouwen dit nu eigenlijk als deel van het verouderingsproces. Natuurlijk verouderingsproces. En deel van het... geschiedenis van het glasraam. Ja. Er is niet één manier om een glasraam te restaureren. Het is een kunsthistorische en collectieve evenwichtsoefening tussen wetenschap, vakmanschap en nieuwe historische inzichten. We zitten nu in een fase waarbij dat er moet beslist worden van, is men akkoord met glazen aanvullingen of gaan we terug naar het opvullen van die lacunes met lood en stopverf. Twee, als we gaan met glazen aanvullingen werken, worden ze al dan niet, de vraag is, worden ze al dan niet beschilderd? Hè? Als we ze niet beschilderen, dan vallen ze wel een beetje meer op. Dan zitten we dus met de omkering van dit stuk en de aanpassing van de achtergrond. En dan is het de kwestie, wat gaan we doen met deze verweerde rode stukken? Retoucheren we dat terug rood is? Of moet er een andere oplossing gezocht worden? Of laten we het zo? Wat adviseert u als zijnde expert ter Dus qua interventiebenadering situeer ik mij een beetje tussen de twee uitersten. Ik maak graag compromissen. Dus in de eerste instantie is er dus geen enkele discussie over het behoud van alle origineel materiaal. Daar is geen enkele discussie over. In tweede instantie zijn er ondertussen, is bijvoorbeeld het lood van de jaren 70 ondertussen hier al losgemaakt. En dat loodnet ligt daar. En dat loodnet kan perfect bewaard worden als relict, als het museum dat wenst. We moeten geen angst hebben voor onze eigen schaduw. Nee, absoluut niet. Ieder restaurateur, zijn eigen kunnen en zijn eigen visie, gesteund natuurlijk door de mensen die ermee over beslissen. En dat er binnen 100 jaar op een andere manier naar gekeken wordt, is ook inherent aan ons vak. Ik vind dat ook helemaal geen probleem, omdat dat eigenlijk behoort tot de geschiedenis van net dit stuk. Het doet toch heel veel deugd, denk ik, om het hier gerestaureerd te zien liggen. Het is in elk geval een grote voldoening om te zien dat het opnieuw een plaats heeft gekregen hier in het museum. Het eerste woord waar ik aan denk is precisie. Zeker wat betreft de kwaliteit van de schildering. Dat is met een grote accuratesse gedaan, inderdaad. Maar tegelijkertijd ook met toch wel heel veel gevoeligheid. Waarom moeten we dit glasraam komen bekijken? Ik denk in de eerste plaats omwille van de context waarin het glasraam nu aanwezig is. Het is merkwaardig te moeten vaststellen hoe goed dat Frits Meijer van den Berg was in het verwerven van stukken. Dus hij had een ongelooflijke neus voor kwaliteit en hij creëert een wonderkamer, een soort wonderhuis, een kunstverzameling, maar van uitzonderlijke kwaliteit. En dat getuigt van een zeer groot inzicht. Dus hij was ongetwijfeld een grote kunstkenner en hij had een goede kijk op wat kwaliteit is. En het paneeltje
met de Annonciatie is een paneel van uitzonderlijk grote kwaliteit. Dus zelfs nu nog, met alle interventies die er geweest zijn, zit daar een grote hoeveelheid origineel glas in. In het geheel van het ensemble van het museum drijft dit samen met een aantal andere topstukken in het museum, drijft dit paneel echt boven. Sinds 2003 bestaat er een zogenaamde topstukkenlijst. Dat is een groeiende lijst van unieke, zeldzame en waardevolle kunstwerken uit Vlaamse collecties. Voor elk werk op die topstukkenlijst moet speciale toestemming gevraagd worden om het werk te kunnen verhuizen en er zijn ook subsidies om het werk te restaureren. Met welk gevoel kijk je terug naar het hele proces van de restauratie? Enerzijds is er een heel positief gevoel omtrent de samenwerking. De samenwerking met het museum, de samenwerking met de mensen van de Topstukkenraad en uiteraard ook met de collega's van de universiteit. Vooral omdat dat een enorme meerwaarde betekent. Dus ik ben wel maar een deeltje in het geheel van de interventie. Iedere handeling is het gevolg van een geconcerteerde overpeinzing. En ik moet zeggen dat alle participanten hebben daar het uiterste van zichzelf gegeven om tot een goed resultaat te komen. Mocht Frits Meijer van den Berg vandaag nog leven, ja. Wat zou zijn reactie zijn als hij het gerestaureerd glasraam ziet? Heel die restauratie, het is een eerbetoon aan de glaskunst. En anderzijds is het ook een eerbetoon. En ook het feit dat het op topstukkenlijst staat, het is een postuum eerbetoon ook aan de verzamelaar Frits Meijer van den Berg. Het is een soort van eerbetoon aan zijn expertise, aan zijn neus voor kwaliteit. En daarin wordt dat ook inderdaad geobjectiveerd. Dus ik denk dat hij alleen maar fier kan zijn dat het ook de aandacht krijgt die het verdient. En het is met dit glasraam, maar het is ook met al de andere objecten die hier tentoongesteld staan, eens dat je het onder de loep krijgt, dan gaat er een wereld open. Mochten Frits Meijer van den Berg en zijn moeder Henriette Meijer van den Berg, mochten zij dit glasraam gerestaureerd terugzien, hoe zou hun reactie zijn, denkt u? Ik denk dat zij blij zouden zijn. Ik denk dat zij in eerste instantie blij zouden zijn dat 120 jaar na het overlijden van Frits dit museum nog altijd bestaat, dat die geest goed bewaard is, dat heel veel van die objecten nog altijd schitteren, sommigen misschien nog meer dan in zijn tijd, omdat ze inderdaad vandaag nog vakkundiger gerestaureerd zijn. Ik denk dat ze bijzonder blij zouden zijn.